Daar, jullie mensen van Dutch Gaming en welkom weer bij een gloednieuwe FIFA 19 video, de eerste op dit kanaal. Normaal uploaden wij nooit op de dinsdag, ik neem dit ook op de dinsdag op, omdat ik dan 3 dagen early access heb. We hebben dus 3 dagen eerder access dan, ja, nou ja, die heb ik gekocht, die hebben we aan mijn ouders gekocht. Dus eigenlijk, ja, een opstekertje voor school en zo, nou ja, we hebben er echt niet om gevraagd, maar maakt niet uit, we hebben het, we gaan eerst de bronzen pakketten openen, daarna hebben we een goud en daarna hebben we nog de UEFA Champions League gouden spelerkeuze. Daarna hebben we ja, dit allemaal nog, dus we gaan het allemaal wel zien. We hebben 2 gouden pakketten, een soundtrack artiesten UEFA pakket, oké, okay. Het zou allemaal, we gaan beginnen. Bronzen pakket, dit zou natuurlijk niet de enigste en de laatste FIFA 98 pack opening zijn. Als ik iemand van de Team of the Week pack, word ik gek, want dat is er maar 1 van, hè. Oké. Ik weet niet wat ik aan het doen ben. Maar ik wil ze naar mijn club. Wat ben ik aan het doen? Oké, nou zo stuur ik ze dus naar mijn club. Dat werkt nog steeds hetzelfde. Ik stuur nu even alles naar mijn club, want het kan zijn dat ik bijvoorbeeld iemand van FC MMP, een Glenn Bell, een Banning of zo, die zilver, maar maakt niet uit. Want die zijn best wel wat waard, want die worden heel vaak voor mijn neus weggepikt. Ja, ik heb een volledig Emmer team. Maar dat wordt uiteindelijk mijn tweede team, want ik wil ook wel een serieus teampje hebben, natuurlijk. Dat moeten we ook even hebben. Ach ja. Beloningspakket, deze heb ik gedaan voor, weet ik niet, voor zo'n, jawel, weet ik wel. Squadbuilder. Deze is ook lekker. Oh. Ze zijn toch niks waard. En hoe kan ik nou de hele tijd geld draaien? Oh ja, ik weet het al. En wat zijn die beginnersdoelstellingen dan? Oké, nou. In ieder geval gaan wij nu met de 3 gewone gouden spelerspakket beginnen. Met 3 gouden spelers, allemaal gewoon. Ja, maar wat is gewoon? Rare of non-rare? Non-rare dus. Niet erg, niet erg, niet erg. 2 spelers met 2 spelers waarvan 1 zeldzaam. Dus dat zou wel eens een item kunnen zijn, zoals contact, de conditie. Vaak zijn dat die zeldzaam items. Maar weer zo'n Kaulo non-rare. Wat hebben we hier aan? Nou ja, hiervan is dit de zeldzame dus. We kunnen beter gewoon gaan lachen. Nou, dit is nu even Champions League gouden spelerkeuze. Bevat een spelerkeuze met 1 selectie van 5. Niet veranderbaar gouden spelers. Zet u even Champions League groepfase waarvan je er 1 kunt deelnemen. Oh, kunt kiezen bedoel ik. Wie zou ik doen? We gaan voor de Premier League. Even kijken voor de rest. Weet je zeker dat je deze wilt selecteren? Je kunt selectie achteraf niet wijzen. Dat maakt mij niet uit.
Oké, item behouden. Nou, dan kijken we even naar de Neymar alleen speelpakket en het Ronaldo alleen speelpakket. Daar zou alleen maar Neymar in zitten en Ronaldo. Maar ja, het is toch wel even leuk om ze te openen. Even kijken, wat zit erin? Neymar, oh mijn god, border, oh net er niet. Border, bro, ik heb border, oh mijn god, het is niet Neymar. Het is Ronaldo, of dit toch niet? Het is Neymar. Boom. Zo, wat vet. Ik vind het vet hoor. FIFA weet nou wel wat ze moeten doen met die borders. Die effecten, jongen. Wat vet. Nou, hier zit echt geen Ronaldo in. Hier zit gewoon Lionel Messi in. En ik wil Ronaldo ook eigenlijk niet. Dus die ga ik nauwelijks gebruiken. Ik ben echt van die Messi. Hij spits ook nog. Help me. Nou, laten we nu beginnen met het Soundtrack Artiesten Tenue pakket. Oh ja, dat is allemaal tenuutjes die ontworpen zijn door artiesten van de UEFA. Nou ja, niet van de UEFA, maar van de FIFA Soundtrack mensen eigenlijk. FIFA die stiekem zelf ontworpen, maar maakt niet uit. Nou, een echt gouden pakket met een rare speler. Het is ongelofelijk, ik heb Chris Kito weer. Ik kan wel janken. Ach ja, hier kan ik niet ontevreden mee wezen hoor. Helemaal niet. Jumbo Premium gouden pakket, twee keer zo groot als een gewoon twee keer zo veel meer kans of zo, zo te lezen. Border! Ah, wat een kutkeeper. Nou ja, het is wel goed voor een startersteampje dat ik daarna kan opzetten. Nou, het is wel mijn eerste borden weer, want die van leenspeler tel ik niet mee, want dat is gewoon een pakketje waar je die leenspeler sowieso uit krijgt. Zo, mijn eerste borden van het seizoen kan ik optellen. Nou mensen, ik hoop in ieder geval dat jullie deze video leuk vonden. Vergeet dan vast zeker niet op dat duimpje omhoog te klikken. En natuurlijk alvast te abonneren voor meer. En zoals wij bij Dutch Gaming zeggen dan checken wij jullie later. Later mensen! Trouwens, check ook nog even de livestream die op Dutch Gaming 2 is geweest. We waren in de ochtend live met een FIFA potje van met FC Emmen team. Dus zeker kijken. Je kan hem ook altijd terugkijken, want als je deze video online is, zou ik al lang niet meer live zijn. Maar ik zou hem even, het is zeker de moeite waard om te kijken. Waar ik ook een potje tegen Brian ga spelen.